Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Aan de kant van Twente is nu gelijk al één kans en gelijk bijna een doelpunt. Zowaar het is een doelpunt door Mark Nijland. Ja, in de eerste minuut gelijk al snelle aanval. Elmar Geerveld die snel naar voren komt. Bal teruglegt. Eerst probeert zelf te schieten. Maar vervolgens is het dan toch Mark Nijland in de spits die scoort. En daarmee geeft mij gelijk de gelegenheid om aan te geven dat Nijland eigenlijk een speler van de tweede. Veel ervaring opgedaan in het eerste. Jarenlang daar speelt. En eigenlijk alleen beschikbaar is als het nodig mocht zijn. Nou, vandaag is zo'n moment en weet hij gelijk de 1-0 aan te tikken. Jurling kan wat meters maken, maar verslikt zich even in die bal. En op tijd wordt er ingegrepen achterin door Rood-Zwart. Zodat het een hoekschop is. Joben Plecht die bal gaat nemen. Linkspoot zal ongetwijfeld een indraaiende voorzet worden. Lange mensen voorin. Bij Twente Goor wordt die bal laag ingeschoten naar Asbroek. Raakt die bal half. En dan vanuit de draai. Nog een keer geprobeerd door Eland. En dan prachtig afstandsschot. Strak in de hoek geschoten. Stef Eland. 2-0. Een hele comfortabele voorsprong voor Twente. Binnen 8 minuten de voorsprong verdubbeld. Schitterend raakgeschoten door Stef Eland. Ook hij kende een periode vol blessureleed. Maar toont hier zijn waarde voor de Goorse Tricolores. 2-0. Wordt regenachtig Piep Willem. Met een vrije trap. Voor Gierveld. Asbroek. Te huid gezeten door Manders. Kan dit nou uithalen. Probeert het met rechts. Die bal wordt aangeraakt door Manders. En dan gaat hij over het doel van Lindeman. Bal getoucheerd. De inzet van Asbroek. Via de voet van Manders, die probeerde dat schot te blokken. En daarmee die bal net iets meer hoogte meegaf. Waardoor doelman Stef Lindeman kansloos was. En daar is dan het doelpunt voor Twente. En lijkt dat toch wel de beslissing in de wedstrijd te zijn. De 3-0. Gescoord dus door Asbroek. Bal nog licht getoucheerd door Manders. Jurling. Ruimte voor zich. Leuzink. Ga mee. Jurling wil zelf afsturen, toch de bal terug naar Leuzink. Wordt in lucht geduwd. Dat lijkt mij een overtreding en een penalty. Ja, duidelijk een penalty voor Twente. En die ja, mag dan straks genomen worden. Waarbij Twente de stand kan vergroten. Ik zit net te kijken. In 2016 won Twente van Rood-Zwart met 1-0. Door een penalty van Koen Mossing. Maar ja, Koen Mossing staat niet meer in de ploeg. Dus die zal het wel niet zijn. Wie zal dan zijn? Asbroek zelf natuurlijk. Asbroek, de man van het enige doelpunt tot nu toe voorgegaan aan deze wedstrijd. Gaat het nemen. Aanloop. En hij is wel trefzeker. En zo is het 4-0 in deze wedstrijd die eigenlijk al gelopen was. Zeker na het missen van de penalty van Nick Oudeveldhuis. En wordt de stand alleen maar groter voor Twente. Waarbij ik nu niet hoop zich net te bedenken dat de thuisploeg waar de opnames gemaakt worden door Hofstreek TV in het voordeel is.